Goedenavond, welkom kijkers. Mijn naam is Joris van Maassen van ZZ Uit, Uit in Zwolle-Zuid. We zijn blij als buurttheater eindelijk weer iets voor u te kunnen betekenen nadat we een jaar dicht zijn gegaan. ZZ Uit zit in crisis, CEO zit in crisis, eigenlijk zit het hele land in crisis. We zijn dan ook bijzonder trots dat we vandaag een man mogen ontvangen die van crisissen zijn beroep heeft gemaakt. Het is de luitenant-generaal Martin Wijnen, commandant der landstrijdkrachten. Welkom. Ja, mooi om er te zijn. De generaal is geboren in Hattem en heeft zelfs enkele jaren gewoond in Zwolle-Zuid. Als militair heeft hij opleidingen genoten aan de KMA in Breda. Hij is zelfs opgeleid aan de hogere krijgsmachtschool in de VS en natuurlijk bij onze eigen Klingendaal in Den Haag. Hij is uitgezonden geweest naar onder andere Cambodja, Bosnië en Afghanistan. En daarnaast is hij werkzaam geweest als programmamanager bij de Nationaal Coördinatorschap Terrorismebestrijding. Hij voerde daarna het commando bij diverse eenheden en sinds anderhalf jaar heeft hij het commando over de Koninklijke Landmacht. En is dus verantwoordelijk voor 22.000 mannen en vrouwen. Tijdens deze lezing zal de generaal zijn kijk geven op de wereld met veiligheid als extra dimensie. Veiligheid is in ons land vanzelfsprekend. Maar we hebben dit jaar ook gemerkt dat het relatief is met de COVID-19-crisis. Dat heeft een grote impact gehad op onze maatschappij. En in deze strijd staan ook hier de militairen weer klaar, samen met artsen en verplegers. De generaal zal een inleiding verzorgen van ongeveer 30 tot 40 minuten. Waarin hij het gaat hebben over veiligheid in een veranderende samenleving. U kunt ondertussen gewoon uw vragen stellen. Die zullen we verzamelen en na een pauze van 10 minuten proberen we in te gaan, of probeert de generaal natuurlijk in te gaan, op de vragen die u thuis gesteld heeft. We verwachten uiteindelijk rond een uur of 9:30 klaar te zijn. Nogmaals, we zijn ongelooflijk trots om de generaal hier te mogen ontvangen. En ik geef graag het woord aan u. Nou ja, zeer veel dank. Veel dank voor een prachtige inleiding. Ik moet heel erg zeggen, naarmate de inleiding langer duurt, betekent dat je ouder wordt. Dus dat realiseer ik me. En dat is ook wel een beetje waar we vandaag naartoe gaan. Om te kijken wat er nou in de afgelopen jaren zoal gebeurd is. We gaan praten over systeemschokken en dingen die zich ontwikkelen. Soms op het wereldtoneel, soms in Nederland, soms in de organisatie en soms bij mij. Ik probeer zeg maar, het kleine verhaal en het grote verhaal te verbinden. En dat was het bijvoorbeeld vandaag. Voor ons toch wel een bijzondere dag, voor heel Nederland eigenlijk wel een bijzondere dag. Een dag dat het kabinet viel. En niet om het minste, omdat eigenlijk de overheid niet in staat bleek de burger afdoende te beschermen. En dan is een wellicht symbolische daad is een teken dat er echt dingen anders moeten. En dat is dan in het groot. Het kabinet valt, de ministers treden terug. En soms is dat ook klein. Ik kwam vanmiddag uit een meeting, een online meeting, zoals alles tegenwoordig online gaat. En daar kwam onze minister net nog terug uit de ministerraad. Die kwam nog heel even in de meeting. En die wist te melden dat ik vanavond in Zwolle dit verhaal zou houden. Onze minister natuurlijk goed bekend als commissaris van de Koning hier in Overijssel. Is nog altijd zeer begaan met alles wat er in Overijssel gebeurt en in Zwolle. En wenste ons vanavond een genoeglijke avond. En dat wens ik u ook. Dank overigens voor de uitnodiging om hier vanavond te mogen komen. En dan kijk ik naar de organisatie van ZZ Uit voor een bijzondere spreekbeurt. Voor weliswaar een lege zaal, maar met een aandachtig publiek online. En laten we dan zeggen wie we zijn. En waarom zeg ik dat? We gaan als militair natuurlijk door het leven heel zichtbaar. Iedereen weet dat je dan een militair bent. Iedereen heeft daar een mening over. En vaak is dat dan de mening van de oom. Of de broer die ooit nog in dienst was als dienstplichtige. En dan denk ik bij mezelf, ja dat was inderdaad zo 25 jaar geleden. En in toenemende mate weten we dat er een krijgsmacht is, dat er een landmacht is. Maar die zit dan achter een hek, die is wat minder zichtbaar en soms het vierde item in het nieuws.
Dus ik begin eigenlijk altijd maar om mezelf voor te stellen. Nou, dat heeft onze moderator gedaan. En om de organisatie voor te stellen. Met eigenlijk een beeld van wie wij zijn, wat wij doen en waar we zitten. In Nederland en in Duitsland. Met een aantal interessante zaken die mensen niet weten. Bijvoorbeeld dat Defensie nog steeds de grootste werkgever is van Nederland. De politie of Defensie, dat is om het even. Maar de landmacht daarbinnen, ik ben verantwoordelijk voor 22.000 landmachters. En daarmee de facto de vijfde grootste werkgever van Nederland. Een opleidingsfabriek. Dan is het interessant om te weten dat we bijvoorbeeld permanent 125 mensen in het Caribisch gebied hebben gestationeerd. De overzeese gebiedsdelen. Dan is het misschien interessant om te zien dat Nederland een voortrekkersrol heeft in internationaal verband. En de landmacht verregaand geïntegreerd is met de Duitse landmacht. En in gezamenlijkheid binnen de NAVO de effecten geeft. En dan is het misschien ook wel interessant om te zien dat we tegenwoordig vrouwelijke militairen hebben. Veel vrouwelijke militairen. En dat er bijvoorbeeld 50 vrouwelijke militairen de rode baret halen. De op één na zwaarste opleiding die de landmacht kent. De zwaarste opleiding, dat heeft menigeen kunnen zien in de prachtige televisieserie Kamp van Koningsbrugge. Ik meende dat we op een gegeven moment Linda op de zaterdagavond versloegen, omdat mensen zo gebiologeerd waren over hoe dat dan gaat. Een opleiding tot groene baret. Maar dat zijn interessante weetjes. We doen dat uiteraard eigenlijk om de drie hoofdtaken die Defensie heeft in te vullen. De eerste is de verdediging van het bondgenootschappelijk grondgebied. Van de NAVO doen we dat en dat doen we dan in Litouwen. De tweede is dat we in Nederland ondersteunen waar zeg maar civiele hulpdiensten extra steun kunnen gebruiken. Daar komen we nog wel over spreken. En de derde is het brengen van rechtsorde, het bevorderen van de rechtsorde en stabiliteit in de hele wereld. En dat is vrij uniek, omdat Nederland dat zelfs in de grondwet heeft verankerd. De grondwet geeft daar zeg maar richting aan. En dat zijn maar twee of drie landen die dat hebben. En wat ik wil doen is u meenemen door die organisatie, door de wereld waar wij dan worden ingezet. En laat ik eerst een kleine tussenstap maken en inzoomen op die organisatie en vertellen hoe die dan werkt. Wij noemen dat intern een command message. Dat is eigenlijk een eenheid van opvatting die we eigenlijk bij alle landmachteenheden willen creëren van hoe wij dan werken. En dat is eigenlijk een vrij eenvoudige boodschap. Ik ben verantwoordelijk voor de organisatie die levert. Als er op ons een beroep wordt gedaan, dan hebben wij er te staan en dan gaan wij leveren. Bijvoorbeeld in Nederland heet dat ook wel een last organization standing, last line of defense. Natuurlijk hebben we primair de politie, de brandweer, de veiligheidsregio's die zorgen voor een veilig Nederland. Maar als het niet kan, springen wij bij, zoals we dat op dit moment doen, in de witte kolom. In de ziekenhuizen, in de verzorging- en verpleeghuizen, om te helpen de coronacrisis te bezweren. En dat doen we uiteraard binnen de mogelijkheden die we hebben. En we werken in een organisatie die samenwerkt. Ik kan mij geen missie, geen training heugen waarin we niet samenwerkten met internationale partners. In coalitieverband binnen de NAVO, binnen de EU, binnen coalities, coalitions of willing and able, zoals dat dan heet. Maar ook in Nederland met al die hulpdiensten. Een landmacht die samenwerkt. En uiteraard een landmacht waarin mensen prettig werken. Concurrerende werkgever. Mensen willen bij ons gedijen. Sommigen willen avontuur. Sommigen willen persoonlijke groei. Sommigen willen een baan. We werken in een organisatie die dat biedt. En het allerbelangrijkste staat bovenaan. Dat is de zingeving. Dat is dat wij moeten willen beschermen wat ons dierbaar is. Dat is het doel van de organisatie. Als je bij ons een gemakkelijke baan, een comfortabele baan, elke avond om 5 uur thuis of heel erg rijk wilt worden, zit je bij de verkeerde organisatie, moet je ergens anders gaan werken. Je werkt bij ons omdat we beschermen wat ons dierbaar is. En dat doen we met een drive waarin we vandaag beter willen zijn dan gisteren en morgen beter dan vandaag. Want dat is de essentie. Als wij ergens opereren, dan willen we de beste zijn. Wij willen de bovenliggende partij zijn. Nou, dat zeg maar in essentie is wat de landmacht is anno 2021. Misschien goed om een klein stukje te kijken naar wat wij in 2020 hebben gedaan. Dat hebben we in een kleine clip gevat en ik stel voor dat we die nu laten zien aan u
om een beetje een indruk te geven van wat wij doen. This is the voice of an imperial past. The sound of horses and the strong walk of men. We hebben elkaar nodig om elkaar en onszelf te beschermen. Can you see me? Nou, dat was voor ons 2020 en dat was maar een fractie van wat we gedaan hebben. En ik weet, we zijn op dit moment bezig over de hele wereld. En een kaartje laat dan zien waar dat dan zoal is. En ik zei al, we zitten bijvoorbeeld in het Caribisch gebied. Op de Antillen, op Curaçao. En dat is traditioneel het domein van de marine. Het commando Zeemacht Caribisch gebied is daar gestationeerd om eigenlijk onze overzeese gebiedsdelen, de Antillen, te helpen ondersteunen in hun veiligheidstaak. En wij helpen daar de marine, de Koninklijke Marine, bij met een eenheid van compagnies grootte, ongeveer 125 mensen, die daar ondersteunen. Elke 4 maanden een nieuwe rotatie. Dat biedt ons ook de kans om daar te trainen, maar vooral de aanwezigheid daar om te helpen de veiligheid te brengen. Overigens is het heel interessant. Als je dan vraagt aan Nederland, waar is onze grootste buur? Dan zal het eerste antwoord zijn, dat is Duitsland. Maar in alle eerlijkheid, als we kijken naar het Koninkrijk der Nederlanden, dan is onze grootste buur is Venezuela. Ongeveer 40 kilometer vanaf Aruba gerekend. Ongelooflijk dichtbij. En dus ook ongelooflijk dichtbij een instabiel land. Dat merken we natuurlijk door de vluchtelingen die zich eigenlijk op de Antillen bevinden. En de regio destabiliseren. En vaak realiseren we ons dat niet hier vanuit het veilige Nederland. De moderator zei het al, Nederland is een veilig land. Maar soms lijkt het wel alsof wij dat hele kleine dorpje zijn uit het boek van Asterix en Obelix. Asterix en Obelix, we kennen het allemaal. Heel Gallië is veroverd op een klein dorpje na die een andere visie op de wereld heeft. En wij zitten vaak te ver af van de oostgrens met Rusland, die probeert doelen te verwezenlijken en landen te destabiliseren. Ik denk aan de Oekraïne, aan Georgië, Baltische Staten. We zitten te ver van het zuiden om de influx te voelen die Spanje en Italië wel voelen van een continue stroom van vluchtelingen. We zitten te ver af van het Midden-Oosten met zijn instabiliteit daar. En dan lijkt het dat er in Nederland niet zoveel gebeurt. Ik kom daar zeker over te spreken. Wat we ook zien is dat we nog steeds aanwezig zijn in Afghanistan. Afghanistan en de verlenging van het mandaat in Afghanistan is wat op dit moment onderwerp van discussie is in de internationale wereld. En wat dan belangrijk is te weten, wat de belangrijkste bondgenoot van de NAVO doet, dat is de Verenigde Staten. Gaat de Verenigde Staten weg en wat doen wij met z'n allen met dat besluit? En het feit dat we binnenkort een nieuwe president krijgen in de Verenigde Staten is daarin een bepalend moment. Maar we zijn ook aanwezig in het Midden-Oosten, in Jordanië, om de Belgische F-16 missie te helpen beschermen. Dat doen wij met onze luchtmobiele eenheden. We zijn bezig in Irak, in de prachtige stad Erbil.
Erbil is nog vrij stabiel, maar een stukje verderop, en dat is echt, je kunt in Erbil rondrijden en dan zie je de borden met afslag naar Mosul. En Mosul, dat weten we allemaal, één van de hotspots van IS en tot op de dag van vandaag een betwist gebied. Daar werken we, werken in Afghanistan. We werken ook nog steeds in Mali, zij het met een aantal mensen en nog een aantal andere kleinere missies over de wereld. Is dat het dan, zult u zeggen? Nee, we dragen ook bij aan de snelle reactiemacht van de NAVO, dat de NAVO in staat is op te treden als er zich ergens een calamiteit voordoet. En we hebben heel veel mensen stand-by staan in Nederland om bij te springen als de politie, de brandweer, de veiligheidsregio's, als die het niet aankunnen. En op dit moment is dat het geval. We zijn actief in veel ziekenhuizen, eigenlijk op dit moment in één ziekenhuis. De eerste golf van corona zaten we in veel ziekenhuizen. We hebben eigenlijk met VWS afgesproken dat het verstandiger is om dat in één ziekenhuis te doen, zodat we daar een aantal afdelingen kunnen bemensen en een deel van het calamiteitenhospitaal. En dan heb ik het over het UMCU, het Utrechts Medisch Centrum, het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Daarnaast hebben we, dat heeft u allemaal kunnen zien, er is genoeg over gezegd in de krant, zijn we natuurlijk bezig in een aantal verpleeg- en verzorgingshuizen waar de staf het niet meer aankon. De staf enorm goed is in het verzorgen van onze ouderen, maar misschien niet zo goed is in het managen van een crisis als corona in het verpleeghuis of in het verzorgingshuis is. En wat dan? En dan springen wij bij. Sowieso de planning en organisatie van het spreiden van patiënten, dat is iets wat wij geleerd hebben in de missiegebieden. En dan is het goed om dat te kunnen meegeven in Nederland waar het ziekenhuis het wel kan. Maar als er een langdurige crisis is en dat betreft alle ziekenhuizen, dan hadden we dat systeem nog niet op orde. Dus dat is eigenlijk waar we nu staan. Daar zijn we dagelijks mee bezig. Tegelijkertijd is deze organisatie in een, ik noem het een crisisresponsstand gekomen. We proberen de mensen zelf veilig te houden. Het werk dat wij doen brengt ons vaak binnen de anderhalve meter. Dus dat betekent dat we net als in de topsport bubbels formeren waarin mensen soms in quarantaine gaan voor oefeningen in Duitsland, voor schietseries en noem maar op, om maar gezond te blijven. Tegelijkertijd gaan onze opleidingen en onze trainingen ook door, want het is goed om Nederland te kunnen helpen vandaag, maar dat willen we ook morgen kunnen, overmorgen, volgende maand. En dan komen we eigenlijk op het punt, wij willen heel goed zijn en we willen ook goed blijven. En ik zei al, het motto en de drive van heel veel van onze mensen is om vandaag beter te zijn dan gisteren en morgen weer beter dan vandaag. Een competitieve mindset, omdat dat inherent met het werk verbonden is. Als wij naar een operatiegebied gaan, dan valt nog wel eens de term escalatiedominantie. Dat is een hele mooie term, maar eigenlijk wil het zeggen dat we in alle gevallen de bovenliggende partij willen zijn. En dat betekent dat we ons voortdurend moeten aanpassen. Maar wat ik nu wil doen, ik heb 5 fotootjes uit mijn loopbaan, dat is het hele kleine verhaal, heb ik gepakt, heb ik gekozen. En ik heb dat gekoppeld aan een aantal, wat ik noem, systeemschokken. En systeemschokken, dat is eigenlijk een definitie van iets wat we misschien niet zagen aankomen, waarvan we op een zeker moment dachten dat het onwaarschijnlijk was dat het zou gaan gebeuren. En het gebeurde toch. Voor mij is de grote lesson learned is dat je altijd je ogen open moet houden en altijd voorbereid moet zijn op het onverwachte. Op het grote wereldtoneel, in een organisatie en als leider, als commandant van die organisatie. En wat dan misschien een hele aardige is, laat ik beginnen met het fotootje middenboven. Dat is een foto die is gemaakt in 1988 en dat was ten tijde dat de muur nog stond. Ik ben in 84 naar de KMA gegaan, de Koninklijke Militaire Academie in Breda, zoals al werd aangekondigd in de inleiding. En toen ik daar afkwam van de KMA was het in 1989, begin 1989, en ik werd in Duitsland geplaatst. En in die tijd, voor de, nou, zeker de wat oudere kijkers is dat zeer bekend, voor de wat jongere kijkers misschien niet, maar stond het ijzeren gordijn, was er nog. De inner-Duitse grenzen was een muur die dwars door Duitsland liep met de wachttorens en de controle op alles wat daar gebeurde. En dat is eigenlijk wat die foto middenboven laat zien. Dat was
een wereldorde die wij allemaal begrepen in die tijd. Want dat was namelijk al een aantal jaren, of dat was al tientallen jaren was dat zo. Eigenlijk na het einde van de Tweede Wereldoorlog kwamen we in een situatie terecht waarin NAVO en Warschau-pact tegenover elkaar stonden. En de plaatsing in Zeedorf, na mijn opleiding in Breda, bracht mij eigenlijk heel dicht bij die innerdeutsche grenzen. En ik kan me de dag nog herinneren dat het bericht kwam dat de muur viel. En dat is een systeemschok. Want op dat moment kon niemand geloven wat daar gebeurde. De Duitsers zelf konden het niet geloven. En ik kan me nog herinneren, de eerste zondag daarna, dat wij echt naar de innerdeutsche grenzen reden. En dat de eerste trabantjes naar het westen kwamen. En iedereen in een jubelstemming was. En dat er een aanpassing vergde, dat is duidelijk. Tot op de dag van vandaag is er nog een verschil tussen de oostelijke länder in Duitsland en de westelijke länder. En is Duitsland zich nog steeds aan het uitvinden. En voor de organisatie, voor de landmacht, betekent dat we van het beschermen van het bondgenootschappelijk grondgebied, dat wij eigenlijk in een transitie kwamen naar vredesmissies. En die tweede foto, rechtsboven, dat is mijn eerste vredesmissie in Cambodja. En dat was nieuw. Dat was eigenlijk al in 1992. Dat was 3 jaar na de val van de muur. En dat was een nieuwe wereldorde. De VN was een grote, machtige organisatie. En als er een blauwe bret binnenkwam of een blauwe helm, dan hoefde hij niks te doen. Want iedereen respecteerde dat. Dat hebben we een paar jaar geloofd in de wereld. En uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat de wereld niet zo aangeharkt was. Srebrenica heeft ons daar een belangrijke les geleerd. Dat je niet ongewapend ervan uit mag gaan dat een situatie niet uit de hand kan lopen. En daar begon dat begrip escalatiedominantie. Je moet in staat zijn om op te schalen als er partijen zijn die zich niet houden aan een verdrag. Maar die eerste missie in Cambodja was een enorme verandering. Ook in onze eigen organisatie. Bijvoorbeeld de handboeken om de mijnen te ruimen, waarvoor we op pad werden gestuurd, die waren nog geheim gerubriceerd. Want die waren namelijk van de andere kant, die waren van het Warschau-pact en de geallieerde landen. En het kostte veel moeite om die technische manuals te krijgen om ons in staat te stellen om het werk te doen. De organisatie was amper bekomen van de schrik dat ze echt moest gaan aanpassen. Dat kostte veel tijd. Dat waren de nadagen van de dienstplichtigen. We gingen over naar een beroepsleger, niet langer meer mobilisabel. Grote veranderingen in de organisatie. En dat duurde eigenlijk alsmaar voor. Vredesdividenden werden geïnd. Nou, daar is altijd maatschappelijk debat over. Want het percentage van het bruto nationaal product daalde. En onze bijdrage aan de NAVO was niet meer dat wat van het land verwacht mocht worden. Want we hadden een afspraak hoeveel dat zou zijn. En wat dat betekende voor het werk, wij hoefden ons misschien niet meer helemaal voor te bereiden op alles. Maar je kon namelijk per missie kon je bepalen wat dan ongeveer de taken waren en daar kon je helemaal op voorbereiden. En in dezelfde tijd gingen wij over naar een beroepsleger. En het tweede systeemschok die daarna kwam was 9/11. En dat was een bijzonder moment. Ik had net mijn studie afgerond aan de Hogere Krijgsschool in de Verenigde Staten. En dat was eigenlijk een vrij open land. Voor de Amerikanen, die waren eigenlijk nog nooit op het vasteland van Amerika aangevallen, was dat, nou dat was geen systeemschok, maar dat was een systeemschok in het kwadraat. Dat zij kwetsbaar waren in wat Amerika noemt de lower 48, de 48 staten buiten Alaska en Hawaii, die zeg maar het continent Amerika vormen. Het land was in shock. En al vrij snel. Ik kwam in juni terug uit de Verenigde Staten. In september waren de aanslagen en een paar maanden later was ik alweer terug in Amerika om te coördineren tussen het Nederlandse ministerie van Defensie en het Amerikaanse commando wat de operaties in het Midden-Oosten en het Nabije Oosten doet en daarvoor verantwoordelijk is om dat dan te coördineren. En dat was eigenlijk een periode waarin we operaties zagen in Irak. En operaties in Afghanistan. We hebben een langjarige geschiedenis in Afghanistan. En dat is de foto waar ik op een brug sta in de provincie Helmand in Afghanistan. Prachtig land voor degene die religieus is. Sommigen zeggen wel eens het is het oud-bijbelse, het oud-testamentische land. Dat soort beelden krijg je. Maar wat een twisten en wat een conflicten zijn er in dat land.
En het bleek dat Afghanistan eigenlijk de broedplaats was van veel internationaal terrorisme. En in die tijd zagen we dan ook de operaties veranderen van vredesbrengende missies naar veel meer contra-terreur en stabilisatieoperaties om te voorkomen dat een land als Afghanistan eigenlijk niet als overheid over het land kon regeren en dat daar her en der broedplaatsen waren van internationaal terrorisme. En Al-Qaeda is daar dan een voorbeeld van. En dat konden we niet toestaan. En met het mandaat van de Verenigde Naties ging de NAVO daar optreden om vrede te brengen. Dat bracht overigens wel de organisatie steeds verder van huis. En dan merk je ook dat in Nederland er veel waardering is voor de individuele militair en de uitzendingen. Maar dat tegelijkertijd de maatschappij en de organisatie wat verder van elkaar komen te staan. En ik zal daar zo nog wel wat over zeggen. Dus uiteindelijk zaten we in Afghanistan en heel langzamerhand kwamen we in de periode 2014-2018. En ik weet dat dat in de aankondiging heeft gestaan. En in die tijd maakte ik wel eens het voorbeeld tussen wat er gebeurde in Sochi, de Olympische Winterspelen in Sochi en de Olympische Spelen in Pyeongchang. En dat was in Zuid-Korea. En in die 4 jaar tijd gebeurde er enorm veel. En niet met de impact van de Twin Towers, maar waar wij in februari 2014 nog in Sochi aan het skiën waren, waar onze koning een biertje dronk in het Holland Heineken Holland House, zagen we dat, en dat dronk dat biertje met Poetin, zagen we dat de maand later de Krim werd geannexeerd. Daar werd een soeverein land werd aangevallen en bezet door een land niet ver van eigenlijk West-Europa. En we kwamen er eigenlijk achter dat het idee dat we allemaal in een gezamenlijke wereld leven, in vrede, we hadden grote economische banden en hebben dat nog steeds met Rusland, dat ruw werd verstoord. De Oekraïne denkt inmiddels anders over die soevereiniteit. En een paar maanden later werd de MH17 neergehaald met Nederlanders die onderweg waren naar vakantie. Hoe kun je in vrede en vrijheid leven en dan ineens met zo'n verschrikkelijk ongeval te maken krijgen? En we merkten in Nederland dat er in toenemende mate het idee was dat we hier ook kwetsbaar zijn. Je kunt bij wijze van spreken onderweg naar vakantie kan je dit overkomen door krijgsgeweld. Het idee, 2014, wir schaffen das, van Angela Merkel moest nog worden uitgesproken. En in 2018 waren er grote politieke problemen, waren grote politieke uitdagingen, omdat de toestroom van vluchtelingen zo groot was dat dat tot grote polemiek, grote discussie leidde in de samenleving. En het idee dat er een entiteit was in Syrië, IS, ISIS heette dat in het begin, met fantastische videobeelden, met een aantrekkingskracht naar onze tweede generatie kinderen van een niet-westerse migratieachtergrond, dat ze liever daar naartoe gingen dan hier bleven, dat konden we ons niet voorstellen. In 4 jaar tijd veranderde de wereld. Er veranderde voor onze organisatie het terug naar het brengen van vrede en stabiliteit in willekeurige landen, naar weer terug naar de eerste hoofdtaak, verdediging van het bondgenootschappelijk grondgebied. Het werd duidelijk dat we in Europa wat te verliezen hadden en in Nederland ook. En dat is dan het volgende plaatje. Ik zit daar met mijn Litouwse collega te praten over eigenlijk alles wat wij in Litouwen doen, hoe dat dan heel goed gaat. Wat er beter moet, omdat wij voortdurend zeg maar zo rond de 250 mensen in Litouwen hebben te werk gesteld met hun middelen om daar in internationaal verband eigenlijk aan alle agressoren, iedereen die daar wat wil, duidelijk te maken dat de NAVO dat niet zal toestaan. Dat heet afschrikking. En daarbij noemen we nooit specifiek namen, maar voor iedereen is duidelijk waarvoor wij daar zitten. En tegelijkertijd naar de Litouwse bevolking laten zien dat de NAVO niet alleen een abstract begrip is, waarbij een aanval tegen één een aanval tegen alle is, maar dat wij ook daadwerkelijk met de NAVO-partners in Litouwen en ook in Letland en in Estland aanwezig zijn om te laten zien dat we daar ook invulling aan geven. Dat het inderdaad iets is waar we met z'n allen voor staan.
En als we dat in 2014 hadden gezegd, als iemand rond de Olympische Spelen had gezegd, nou, het is een kwestie van tijd en we hebben eenheden in de Baltische Staten gepositioneerd, dan had ik diegene weinig kans gegeven dat dat zo zou zijn. Waar maar weer is mee aangetoond dat systeemschokken eigenlijk voortdurend op de loer liggen en dat je voortdurend in staat moet zijn om je aan te passen. Dan de laatste foto en die staat de linkerzijde. Dat is een paar weken terug in het calamiteitenhospitaal. Op de intensive care waar onze collega's eigenlijk voortdurend bezig zijn om naast de andere verplegers en verzorgers te helpen met het bestrijden van de coronacrisis. En dat is er een coronacrisis die nou ook eens Nederland trof, die de hele wereld trof. Maar ook een crisis die echt specifiek Nederland trof en misschien wel aanzet tot denken dat er echt wat te beschermen is wat ons allemaal dierbaar is. En in die crisis zitten we nog altijd. Dat betekent dat we heel veel doen in dat nationale domein, in die ondersteuning. En een tweede fenomeen wat ik daarbij wil aantekenen, en dat speelt eigenlijk al de laatste jaren, is dat we niet alleen in de fysieke wereld zien dat we bedreigd worden, maar ook in de virtuele wereld. Al langer zien we dat mensen door social media, door algoritmes, heel langzamerhand naar een alternatieve waarheidsgrens gegaan. Dat je dat dus ook kunt bespelen. En waar dat dan toe leidt, en dat is zeker een punt waar we zeer kritisch naar kijken, is dat in de echte wereld mensen dan bijzondere dingen gaan doen. En het hele bijzonder hebben we natuurlijk de afgelopen weken gezien. Wat er gebeurt in misschien wel de moeder aller democratieën in de Verenigde Staten. Dat daar een heel aantal mensen inmiddels gelooft dat er een alternatieve werkelijkheid is. Een alternatieve uitleg van de feiten zoals we die over het algemeen kennen. En in opstand komen. Waardoor je eigenlijk kunt zeggen dat we er nog een verandering bij hebben gekregen. Dat we doordat we een online identiteit hebben, een avatar heet dat dan vaak. Dat is dan prachtig dat we dat daar doen, maar dat dus een effect heeft in de echte wereld. En dan hebben we een veiligheidsprobleem en dan kijken wij nadrukkelijk mee wat er dan gebeurt. Is dat dan alleen in de Verenigde Staten? Nee, ik denk dat dat ook in Nederland is. Dat zien we allemaal. Dat mensen in toenemende mate misschien wat wankel worden. Toch wel onder invloed van die crisis. Misschien gevoelig zijn voor conspiracies, samensweringstheorieën. Wat er dan allemaal gebeurt. Dat is overigens een vrij natuurlijk fenomeen bij rampen en crisis. En de crisis duurt denk ik lang genoeg om daar goed voedingsbodem voor te krijgen. Het punt is dus, het is goed om vandaag goed te kunnen werken. Maar als je niet voortdurend aanpast, dan ben je verloren. En het punt is waar wij aan werken is dat als je niet aanpast, dan ben je niet meer operationeel relevant. En dan heb je er eigenlijk niks te zoeken als krijgsmacht. Dus we moeten ons voortdurend aanpassen. Het laatste wat ik bij deze plaatjes wil zeggen. Mensen vragen wel eens van, moet je dat dan niet allemaal tegelijkertijd kunnen? Ja, dat is waar. Maar dan zeg ik, soms lijkt ons werk wel eens op turnen. En het feit dat je vandaag op de vloer moet excelleren. Misschien morgen op de brug ongelijk. En overmorgen aan de ringen. Betekent dat je elke keer moet aanpassen om daar goed in te zijn. En één ding is zeker, wil je over escalatiedominantie beschikken, wil je de beste zijn, dan moet je daarvoor trainen en ongelooflijk je best voor doen. Ja, en dat is dan waar we dan nu staan. Daar staan we in 2021 en dat is voor ons een belangrijk jaar. Om een aantal redenen als organisatie. Het is het laatste jaar van dit kabinet. Het kabinet wat vandaag dan gevallen is. Zoals het behoort in een parlementaire democratie, valt een krijgsmacht onder het ministerie van Defensie, departementale leiding, waarin het beleid wordt bepaald wat we gaan doen. Is dat helemaal iets passiefs? Nee, want daar praten wij als hoofden van de defensieonderdelen. Ik vanuit de Koninklijke Landmacht en collega's vanuit de Koninklijke Marine en de Koninklijke Luchtmacht, Marechaussee. Wij praten mee over hoe wij onszelf zien in 2035. Want ondanks het feit dat er tussen nu en 2035 zeker systeemschokken zullen zijn. En één ding is zeker, in 2035 zal het niet zo zijn als we nu denken. Is het wel duidelijk dat we moeten nadenken hoe we tegen die tijd willen zijn.
op basis van de technologie, van dreiging, van alles en nog wat. En we hebben dat binnen het ministerie hebben we dat gevat in een werk. En dat heet de Defensievisie 2035. En dat is de opmaat naar eigenlijk wat we straks in een nieuwe regering terug zouden willen zien in een regeerakkoord. Waarbij we gebaseerd op een lange termijn, een langere termijn van wat is ons blik op 2035, zeggen van oké, en wat gaan we dan de eerste 4 jaar dan doen om daaraan invulling te geven. Ja, en hoe we dat gaan doen, ja, dat hangt van alles en nog wat af. We gaan eerst straks naar de stembus, dan gaan we zien welke politieke partijen er een meerderheid hebben, wie daarvan een coalitie wil gaan vormen. Dan gaan we zien hoe het ervoor staat met de financiën. Dat geeft de financiële kaders om de organisatie te worden die we willen zijn. Maar wat die financiële kaders ook zijn, hoeveel geld we ook hebben, we zullen in alle gevallen een competitieve krijgsmacht moeten willen blijven. Een organisatie die in staat is om elke operationele omstandigheid aan het werk te kunnen gaan. Nou, voor de landmacht betekent dat, want we hebben natuurlijk de defensievisie, dat is in zekere zin abstract. Moeten we ook wel aantonen, ja, dat moeten we ook wel willen, wat hebben we daar dan zelf voor verhaal? En dat plaatje, dat laten we zien. En eigenlijk zegt dat met een paar woorden, en daar zit een hele wereld achter, maar in 2021 moet je echt in staat zijn om in een paar woorden te vertellen wat je wilt zijn. Hoe wij zien vanuit de landmacht op de grond, tussen de mensen. Wij zijn eigenlijk altijd, opereren we tussen mensen, anders dan de luchtmacht en de marine, die weer hun specifieke bijzonderheden hebben. Maar hoe wij dat dan zien in 2035, waarbij dan Nederland centraal staat. En in dat plaatje zien we een aantal dreigingen die we nu zien, waar we rekening mee houden. En dan is de vraag van, ja, hoe gaan we dat doen? En wat ik wil, is dat we een organisatie zijn die aan de ene kant robuust is. En robuust kun je dan weer uitsplitsen naar escalatiedominant, ik heb dat net gezegd. Maar we moeten ook samen met onze bondgenoten, moeten we strategische autonomie. We kunnen er niet meer van uitgaan dat Amerika in alle gevallen bijspringt, zodat ze eigenlijk altijd gedaan hebben na de Tweede Wereldoorlog. En we moeten dat eigenlijk met z'n allen vormgeven, die veiligheid in Europa. Dat is een opgave waarvoor we verantwoordelijk zijn. Robuust. Maar tegelijkertijd in al die veranderingen moeten we ook wendbaar zijn. We moeten investeringen doen waarmee we zeg maar bij kunnen blijven. We moeten innovatief zijn, we moeten flexibel zijn, schaalbaar zijn, omdat veranderingen zich sneller dan ooit voordoen. Er wordt wel gesproken over exponentiële veranderingen. Nou, het exponentiële geval, dat kennen we inmiddels met het getal R. En als de R boven 1 is, dan zien we een enorme piek van coronapatiënten. En het lijkt wel of ook de technologie en alle andere ontwikkelingen zich exponentieel ontwikkelen en niet meer lineair. Dus dat betekent dat we eigenlijk 2 eigenschappen moeten zijn, robuust en wendbaar. En de derde, en dan komen we misschien wel weer terug bij het begin. Ik vind dat de Koninklijke Landmacht een maatschappelijk partner moet zijn. En natuurlijk, vanuit de grondwet doen we dat. We springen bij daar waar nodig. Maar tegelijkertijd, in vredestijd, zijn wij ook gewoon deel, maken wij deel uit van die samenleving. Zijn wij een van de grootste opleiders van dit land, halen we nogal wat jongeren binnen, die werken een tijdje voor ons. Sommigen blijven de rest van hun loopbaan, anderen een bepaalde periode. Maar in alle gevallen willen we ze beter teruggeven aan de maatschappij dan dat we ze binnenkrijgen. En dat willen ze zelf ook. En daarmee een gewaardeerde zeg maar arbeidskracht voor elke werkgever die op die arbeidskracht staat te wachten. En dat gaat nog wel een stukje verder. Want we nemen ook ruimte in Nederland, kazernes. Kunnen we dan met regionale of misschien wel nationale partners iets doen aan de verduurzaming? Kunnen we wat doen aan de energietransitie en kunnen we daarin mee delen? Kunnen we bijvoorbeeld met onze wat oudere adjudanten, en we doen dat, jongelui die bijna ontsporen, de mensen die inmiddels in aanraking zijn geweest met HALT, kunnen we die proberen weer terug te krijgen in een normaal traject. En daarmee kunnen we ook vanuit die optiek bijdragen aan een beter Nederland. Dus los van wat we moeten doen, willen we ook meer doen. Omdat, en er ligt 1 punt achter, ik vind dat de krijgsmacht verbonden moet zijn met de samenleving.
Een samenleving die niet meer weet dat er een krijgsmacht is om haar belangen te verdedigen, vind ik is in zwaar weer. En een krijgsmacht die niet begrijpt dat die er is om de samenleving te dienen, dienstbaar te zijn aan de samenleving, zit ook in zwaar weer. En daar moeten we voortdurend aan werken. En het feit dat we niet meer de dienstplichtig hebben en niet meer de automatische verankering hebben in de samenleving, betekent dat er werk aan de winkel is. Nou, dat is wat we nastreven en daar hebben we ook nog een aantal investeringen voor. Het gaat te ver vandaag om daarop in te gaan. Dat is voer voor, denk ik, een regeerakkoord om uiteindelijk die organisatie te bouwen waarmee we al die doelen kunnen verwezenlijken. En laat ik dan mijn inleiding afronden en dan ben ik benieuwd naar de vragen straks in het tweede deel van deze avond. Ja, dan gaan we terug misschien naar 1988. Daar staat nog één foto. Dat is de foto dat ik beëdigd werd tot officier. Dat is inmiddels ruim 32 jaar geleden. Ik zou bijna zeggen een lang leven bij Defensie. En tegelijkertijd een ongelooflijk dynamische tijd met heel veel veranderingen. En elke dag nog weer een genot om te mogen werken. Om inmiddels leiding te geven aan een organisatie die beschermt wat ons dierbaar is. En daar zet ik mee voor in. En ik niet alleen. Ik heb daar bijna 22.000 collega's voor. Die allemaal werken vanuit het principe dat we met z'n allen een taak uit te voeren hebben. En dat er niemand belangrijker is dan het team. En dat is waar we voor gaan. Dat is mijn inleiding. En daarmee geef ik het eigenlijk voor nu terug aan de moderator. Wel, generaal, dat was een mooi verhaal over systeemschokken, escalatiedominantie, maar bovenal een robuust en wendbare organisatie. Thuis wil ik u vragen om even het verhaal op u in te laten werken en vooral slimme vragen te stellen. De vragen die komen mondjesmaat binnen, maar stel lastige vragen. De generaal heeft me verzekerd, op elke vraag weet hij een antwoord en zelfs de pijnlijke plekken, daar is hij niet bang voor om antwoord op te geven of mee geconfronteerd te worden. Ja, we gaan er nu even uit en zijn over 10 minuutjes terug. En dan zal ik de generaal bestoken met de vragen die u stelt. Tot ziens.
Goedenavond, kijkers thuis. En welkom terug bij ZZ Uit en het gesprek met de generaal. Martin Meijnen. Er zijn wat vragen binnengekomen en ik zal ze proberen te clusteren en hier en daar de vragen te stellen. Een eerste vraag die ik binnenkreeg was van Lopke. En die vraagt zich... deze vraag is van Greet. Die is interessant en gaat eigenlijk wel goed door op hetgeen wat er gebeurt in Amerika met president Trump. Je ziet dat de oorlog niet alleen wordt gevoerd op de grond, maar dat er vaak in alles eromheen, dat er heel veel meer gaat spelen. De invloed van sociale media is tegenwoordig enorm. En hoe is daar nu de krijgsmacht op voorbereid? Ja, dat is echt een goede vraag. En wij volgen daarin eigenlijk wat de NAVO, wat we met z'n allen bedenken, wat we moeten doen om zeg maar dreigingen en instabiliteit, om daarop in te spelen. En wat we zien is dat we ik heb het net ook in mijn inleiding al een paar keer gezegd, een paar keer daarop voorbeelden gegeven, we hebben de fysieke wereld, wat we zien. Waarin er fysiek zeg maar kan worden opgetreden. Daarnaast hebben we een virtuele wereld. We kennen dat allemaal, denk ik, het cyberdomein van het World Wide Web, met ook cybercriminaliteit, cyberaanvallen, alles wat daar gebeurt in het cyberdomein, vaak niet te achterhalen, maar soms wel te herleiden naar bepaalde landen en naar bepaalde organisaties. En eigenlijk altijd met het doel om zeg maar chaos te creëren, mensen te beïnvloeden. Want dat is het derde domein, waarin, dat noemen we dan het cognitieve domein, waarin mensen, doordat ze meestal op zeg maar online zijn, inmiddels gaan geloven in een alternatieve realiteit. Nou, dat kan, hè, dat is een vrij land en je mag geloven wat je wilt. Maar als dat dus leidt tot acties in het fysieke domein, hè, wat we gezien hebben bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, en we denken altijd van ja, dat is de Verenigde Staten, dat gebeurt hier niet. Ik ben daar niet van overtuigd. Je moet daar in ieder geval op voorbereid zijn als overheid, primair in Nederland. En als wij voor missies gaan, doen we dat ook. Dan kijken we bijvoorbeeld in Letland, van, ja, hoe wordt de Litouwse, of in Litouwen, hoe wordt die Litouwse bevolking nou beïnvloed door onze opponents? In dit geval Russische trollenfabrieken, die proberen een wicht te drijven in dat land en de bevolking te destabiliseren. Dus dat is een reële dreiging waarin we, denk ik, en dat past bij deze tijd, waar we ook als krijgsmacht op moeten zijn voorbereid. En dat zijn we. Ja, en als we hier dan op doorpraten, op dit moment met de COVID, het is best wel actueel dat er veel aanhangers zijn van complottheorieën, wat zich verschillend uit. Is daar Defensie dan ook op voorbereid of hoe gaan zij daarmee om? Of misschien zijn er wel personeelsleden? Een van die 22.000 of misschien wel meer die complottheorieën aanhangen. Hoe gaat Defensie daar dan mee om? Nou ja, dat is een kwestie van goed uitleggen wat er gebeurt. En met elkaar doorleven dat we zicht houden op wat er zich afspeelt. En militairen zijn soms net mensen, zeg ik wel eens. Hè. Men denkt, oh, militair dat. En natuurlijk zijn ook militairen onderhevig aan dit soort invloeden. Een prachtige documentaire, voor degene die het nog niet gezien heeft, maar die het in één klap uitlegt, is de Netflix documentaire The Social Dilemma. Die eigenlijk in essentie zegt van via social media, dus via Facebook, Instagram en eigenlijk die hele virtuele wereld, daar zit een verdienmodel achter. Namelijk ze proberen je aandacht zoveel mogelijk vast te houden. Want dat is goed voor de inkomsten uit zeg maar commercials en advertenties. Maar hoe doe je dat? Dat doe je met algoritmes die eigenlijk detecteren wat jij interessant vindt. Om een voorbeeld te geven, stel je typt in de aarde is plat en je blijft dat zeg maar volgen, dan krijg je automatisch nieuwe informatie aangereikt die vertelt dat de aarde plat is. En er komt een moment dat mensen denken van hé, de aarde is plat. En dan beginnen zeg maar feiten en alternatieve feiten uit elkaar te lopen en dat is het begin van wat we eigenlijk zien. Je bent op het web hè, en met de virtuele wereld bezig bent.
Er is ook een vraag binnengekomen van Gerrit over, werken jullie dan ook met betrekking tot cybercriminaliteit samen met de politie? Ja. Het cyberdomein. Ja. Waar het ook eens een keer heel lastig is, want waar zeg maar in Nederland normaal gesproken binnenlands is de politie van de handhaving. En in het buitenland is dat defensie. In het cyberdomein loopt dat door elkaar heen. En dan zie je dat de overheid heeft een aantal instrumenten. Het NCSC, National Security Cyber Center, die dat voor justitie doet. De defensie heeft het Defensie Cybercommando. Dat zit niet bij de landmacht, dat zit wel bij defensie. Waarin we in het cyberdomein kijken naar de veiligheid naar buitenlandse partners. En dat kan niet anders dan enorm goed samenwerken. En is dat dan een soort geheime dienst? Moet ik me dat erbij voorstellen? Of wat zijn dat? Of zijn dat echte computernuts die zich opgesloten hebben in een grote hal of kazerne van defensie? Ja, ik begrijp dat dat enorm tot de verbeelding spreekt. En dat doet het ook wel, want het is natuurlijk high-tech. Nee, en als we dan afpillen naar cyber, dan heb je cyberinlichtingen. Dat zit inderdaad in het inlichtingendomein. En daar hebben we een wet inlichting en veiligheid voor om daarop toe te zien. In deze samenleving. Hè. Dat is een parlementair toezicht. Maar je hebt ook cyber defense. Wetend dat onze wapensystemen bijvoorbeeld, maar ook wij in Nederland als organisaties, voortdurend worden gehackt. En dat er aanvallen zijn om bij ons binnen te komen om informatie te stelen. En daar ligt ook een taak voor mij als commandant van de landmacht, want onze wapensystemen, iedereen dat is een wapensysteem. Nee, dat zijn rijdende computers. Dus zodra je in een wapensysteem kunt komen, en dat kan, alles is te hacken, kun je feitelijk je wapensystemen beïnvloeden. Dus ik heb wel degelijk een taak ook om te zorgen dat de integriteit van onze systemen gewaarborgd is. Hè, want we hebben het nu allemaal over high-tech en fantastisch mooie wapensystemen. Toch krijgen we ook een vraag binnen van bijvoorbeeld Lopke van, dan zegt u wel zo mooi van, ja, we zijn aanwezig in instabiele regio's, maar wat moeten we ons daar dan concreet bij voorstellen? Heel de dag rondjes rijden in een Land Rover, dat lijkt me niet. Wat doen die militairen daar dan concreet? Ja, Lopke stelt een goede vraag. Over het algemeen hebben we een missie met een missiemandaat en een missieopdracht, wat er nou precies moet gebeuren. Om een voorbeeld te geven, toen ik naar Bosnië ging in 1996, gingen wij daar als een interpositiemacht. Je had daar strijdende partijen, de Moslim-Kroatische Federatie en de Bosnische Serviërs. Daar zat echt een enorme strijd. En internationaal werd afgesproken, de diplomaten deden dat in Dayton, de Dayton Peace Agreements, dat het moest stoppen. Er kwam een zone of separation. Dus de partijen werden fysiek uit elkaar gehaald en wij werden daartussen gepositioneerd om te voorkomen dat ze elkaar zeg maar in de haren zouden vliegen. Nou, als dat je opdracht is, dan ga je observatieposten, dan ga je patrouille rijden, dan ga je mijnenvelden ruimen, dan ga je de burgerbevolking helpen, want die is dan in een deplorabele toestand, want die is burgerbevolkingen zijn altijd de dupe. Dus dan ontlenen zich allerlei taken die we dan geaccordeerd krijgen in het parlement. Dat schrijven we ook op in een artikel 100 brief. En dat is dan wat we gaan doen. Dus het is, ja, er zijn is natuurlijk prachtig. Maar het gaat met name om wat je daar doet. En de taken die je daar kunt uitvoeren. Je geeft ook aan, hè, de taken zijn heel erg verbonden met de politiek. En in die zin is het ook wel, en heeft de Kamer, begrijp ik van u, de bevoegdheid om in te stemmen voor elke missie die de Nederlandse krijgsmacht start en hoe ze dan ook uitgerust zijn. Een andere vraag die dan komt of daarover gaat is, we moeten vaak internationaal samenwerken we hebben dan afspraken gemaakt over dat we allemaal geld inbrengen, hè, in NAVO-verband en schieten wij dan budgetair tekort? Want het schijnt dat we nog altijd te weinig betalen voor het lidmaatschap aan de NAVO. Hoe staat u daar tegenover? Nou ja, dat is natuurlijk een feit. Hè. Onze minister, missionair en ook demissionair, zal ze dat zeggen, minister Ank.
wij verdedigen ons land in bondgenootschappelijk verband, de NAVO. En dan heb je natuurlijk het opvallende feit dat we lid zijn van een alliantie, van een vereniging. Maar de contributie die we betalen is ongeveer de helft van wat we met z'n allen hebben afgesproken. Ja, dat is merkwaardig. Dan zou je zeggen, nou, of je gaat de vereniging uit, je regelt het zelf en je wordt neutraal. Of je bent lid van de vereniging en je betaalt een contributie. Nou, dat is overigens een politieke vraag. Wij gaan daar niet over. Wij kunnen hooguit adviseren dat het verstandig is om die organisatie op een bepaalde manier te vormen. Zodat we met z'n allen als NAVO in staat zijn om die vrije westerse wereld te verdedigen. Wat we natuurlijk de afgelopen periode hebben gezien, de afgelopen tientallen jaren hebben gezien, dat eigenlijk de Verenigde Staten altijd bijsprong in Europa. En ik zal niet zeggen dat hier sprake is van een systeemschok, maar we zien natuurlijk wel dat de Verenigde Staten heel langzamerhand de blik over de Atlantische Oceaan naar Europa verlegt over de Stille Oceaan naar het Verre Oosten. Omdat daar voor de Verenigde Staten het belang te verdedigen is. En wij als Europa eigenlijk worden opgeroepen om ook zelf bij te dragen en beter bij te dragen aan onze veiligheid in Europa. Nederland is niet de enige die niet voldoet aan de NAVO-verplichtingen. Ja, dat is dan misschien geruststellend. We hebben gezien met de president Trump dat hij nogal stelling neemt in het NAVO-debat en dat andere landen ook zouden moeten bijdragen. Een alternatief zou zijn dat we binnen de EU voor een leger zouden kiezen. Hoe staat u daar tegenover? Zou dat een goede oplossing zijn of zou dat er heel mooi naast de NAVO kunnen bestaan? Ja, ik denk dat de EU vooral een sterk is economisch gezien en sociaal-economisch. Het waardenstelsel wat we in Europa kennen. Maar dat we zeg maar qua buitenlands beleid en qua defensie nog een beetje achterlopen. Ik denk dat Europa dat als zodanig niet kan. Maar wat wel een oplossing is dat we binnen de NAVO, de EU-landen, beter in staat stellen om die bijdrage te leveren. Omdat we in Europa hebben natuurlijk even zoveel landen als dat we ministeries van Defensie hebben, even zoveel overhead. We hebben bijvoorbeeld waar de 15 hoofdwapensystemen in de VS, daar hebben we er in Nederland, in Europa hebben we er daar ongeveer 170 van. Dat betekent dat je enorm veel geld kwijt bent met veel versplintering. Het punt is, als je zeg maar met landen dat samen doet, dan gaat dat veel beter. Dan gaat dat veel beter. Oké, als we het dan toch over politieke keuzes hebben, en waar het vaak over gaat, is natuurlijk de dienstplicht, dat die misschien op een andere manier terug moet komen met een maatschappelijke dienstplicht. Hoe staat u daar tegenover als commandant? Ik vind, want ik begrijp dat de microfoon ons, de techniek ons een beetje in de steek gelaten heeft. Moet het overgenomen worden? Zo? Ja? Ja. Nou, de avond als vanavond gaat natuurlijk ook per techniek. Dus als het zo kan, dan is dat prima. En de vraag was natuurlijk van, hoe kijken we tegen dienstplicht aan? Ik denk dat we veel flexibeler kunnen zijn in de bemensing van onze organisatie. We zijn van een dienstplichtige organisatie, een kadermilitieleger heet dat dan, naar een beroepsleger gegaan. Maar tegelijkertijd zien we dat we niet iedereen voor een volledige loopbaan bij Defensie nodig hebben. Vaak de jongere mensen en dan op een gegeven moment vinden die een weg in de burgermaatschappij met een betrekking. Maar je kunt ook aan opschaalconstructies denken. Met reservisten, waardoor je bijvoorbeeld met een kleine opleidingstijd mensen aan je bindt, maar dan als parttimer en niet als fulltimer. En we zien dat we in toenemende mate jonge mensen zien die graag maatschappelijke dienst willen verrichten, maatschappelijke diensttijd willen verrichten. En bijvoorbeeld niet als bijbaan, als student achter de tap staan van een bar, maar in deeltijd bij ons werken. Nou, de vraag is, kun je dat nog veel verder doen? Waar ik niet in geloof. Als er weer eens een discussie is in Nederland dat de jeugd niet deugt, dat we dan sturen ze maar naar Defensie. Ik denk niet dat wij de opvoeder zijn van dit land. Wij zijn wel de opleider en de vormer van heel veel jeugd, maar niet als er in de opvoeding is misgegaan, dat we dan daarom de dienstplicht terug moeten halen. Dat is volgens mij geen begaanbaar traject. Dat stelt me heel erg gerust.
Vroeger was niet alles beter en Defensie kan er misschien in de opvoeding in ieder geval weinig aan verbeteren. Interessante vraag die wordt gesteld is, u bent zelf natuurlijk ook begonnen ooit als militair. Wat zou u nou een beginnend officier willen meegeven? Wat is nou gewoon uw persoonlijk advies vanuit uw eigen ervaring? Dan moeten we even terug naar een lange tijd terug. Ik denk dat dat het, zeker voor een jonge officier, dat het een uitdagende baan is. Op jonge leeftijd leiding geven aan een grote groep mensen met een belangrijke taak. Er zijn niet veel organisaties waarin je zoveel vrijheid krijgt om jezelf te ontplooien. Ook om jezelf ook weer steeds beter te maken. En zeker in die begintijd. Als zeg maar commandant van een peloton of als compagniecommandant zeg maar in de lagere eenheden om een team te vormen, een hecht team te smeden en daar die operationele taken mee uit te voeren, dat is fantastisch. Omdat dat namelijk het team, ik zei het net, niemand is belangrijker dan het team om die groep te vormen, die onderlinge verbondenheid, kameraadschap en daar ook van te genieten. En ook heel kritisch naar jezelf te zijn. Want als je dus inderdaad de beste wilt zijn in een bepaalde tak van sport, dan moet je daar ook je uiterste best voor doen. En daar biedt deze organisatie veel kansen voor. En of je dan zeg maar, daarna doorgroeit naar hogere rangen of dat je je weg vervolgt in de burgermaatschappij, dat maakt niet zoveel uit. Iedereen die je spreekt, die kijkt over het algemeen met veel plezier terug op die vormende tijd in die begintijd als jonge officier en neemt dat ook mee in verdere betrekkingen. Dank u. Ik begrijp dat uw advies vooral is van probeer je te ontwikkelen en vooral op het gebied van leidinggeven. Breng me bij een slimme vraag van onze jongste kijker, Jens van 10. En die zegt van, hoe doet een generaal dat eigenlijk 22.000 mensen tegelijkertijd leiding geven? Kan u daar een antwoord op geven? Ja, daar moet je generaal voor zijn. Nee, dat is flauw. Nee, ik denk dat hij echt een goede vraag stelt. Want wat je namelijk ziet is dat 22.000 mensen die lopen niet zeg maar los rond. Die zijn georganiseerd in kleinere organisaties. Ik sprak al van een peloton. Hè, dat is een eenheid van 30 mensen met een leidinggevende. Dat is dan een pelotonscommandant. En zo is die organisatie opgebouwd. Dus hoe doe ik dat? Als ik kijk naar de landmacht, dan heb ik 9 ondercommandanten. 9 grote organisaties. Die elk weer een leidinggevende hebben en die organisaties zijn opgebouwd uit andere organisaties. Nou, dat is, zal maar zeggen, organisatietheorie. Laat ik het heel concreet maken. Er is bijvoorbeeld een luchtmobiele brigade. Dat is een brigade die goed in staat is om met helikopters en met parachutes een effect te bereiken. Op een plek waar je normaal gesproken niet makkelijk komt. Ik heb een lichte brigade met wielvoertuigen die heel snel ergens naartoe kunnen. Licht bepanserd zijn. Ik heb een zware gemechaniseerde eenheid met rupsvoertuigen, die zit hier in Havelte. Er is een korps commandotroepen. We kennen het denk ik van Kamp van Koningsbrugge, waarin onze special forces zijn opgenomen. Er is een ondersteunend commando met alle logistiek en gevechtssteun, bijvoorbeeld hier dichtbij in het harde, de artillerie. En vanuit die verschillende eenheden en specialisaties vorm je dus de eenheden die dan worden uitgezonden. Maar ja, met die 9 mensen die al die eenheden aansturen, ja, daar praat ik mee over de doelen die we moeten bereiken. Niet met alle 22.000. Ah. Oh, dus u hoeft maar leiding te geven aan 9 mensen. Nou, dat is toch geruststellend. U noemde het even, Kamp van Koningsbrugge, er is een hele specifieke vraag over gesteld. In een aflevering heeft de trainer Ray kwam in gesprek met de deelnemers. En is na te denken over de vraag van, als je nou voor de keuze staat, jij dood of ik dood, wat doe je dan? En werd er letterlijk gezegd van, als jij zelf beschikt over leven en dood, dan moet je een monster zijn. En dan moet je gewoon de trekker overhalen. Bent u het eens met die stelling? Nou, ik ken het fragment. Dit is wel de ultieme samenvatting. Het deel van Kamp van Koningsbrugge, uiteindelijk zijn ze een week bezig geweest. En hebben de vooropleiding van de Special Forces opleiding, de elementaire commandoopleiding, waarin ze de groene beret gaan verdienen,
En de voortgezette commandoopleiding, waarin er zeg maar specialisaties als bijvoorbeeld vrije val en zeg maar speciale operaties worden getraind. Nou, dat allemaal in één week. Maar er zit altijd een dilemma moment in. Wij vormen onze special forces eigenlijk binnen de waardes moed, beleid, trouw, trots en eer. En alles wordt uit die waardes herleid. Dus ook je moreel kompas. Omdat als zeker als special forces moet je in staat zijn om ver van de eigen troepen te opereren en nog steeds het juiste te doen. En als ik net spreek over escalatiedominantie, dan gaat het in de kern over het toepassen van militair geweld. Want als wij met een mandaat naar een gebied worden gestuurd, dan is dat over het algemeen met rules of engagement waarin we dat geweld kunnen toepassen. En dat is nog steeds eigenlijk heel abstract geformuleerd, maar dan gaat het erom, dan gaat het letterlijk om leven of dood. En wie gaat dan wie uitschakelen? En de kern van die vraag is, ben jij bereid om je leven voor die opdracht in de waagschaal te stellen? En als je dat deel van het werk echt niet wilt, dan is de vraag of je bij de juiste organisatie zit. Want dat is in essentie wel waar het uiteindelijk toe zou kunnen leiden. Dat wij mensenlevens opofferen voor het bereiken van een doelstelling zoals de politiek dat voor ons formuleert. Dat is door de eeuwen heen aan een krijgsmacht geweest en dat zal ook zo blijven. En vanuit die context is dat stukje van de discussie in Kamp van Koningsbrugge denk ik essentieel. Dank je. Ik probeer het even samen te vatten. U zegt eigenlijk van uiteindelijk voor die specifieke functie binnen Defensie zou je inderdaad het monster moeten kunnen zijn. En als je daar van binnenuit het daar niet mee eens bent, dan kan je beter niet binnen de commando's opereren of misschien wel helemaal niet binnen het leger functioneren. Nou ja, en die vraag is niet alleen, dat is voor elke militair is dat een vraag. Het punt is alleen voor de special forces, dat is echt het allerbeste wat we eigenlijk hebben. Die gaan voor de meest moeilijke opdrachten. Die gaan er bijvoorbeeld uit op het moment dat er in het buitenland Nederlanders worden gegijzeld en die moeten worden bevrijd in een omgeving die we niet kennen. Dus dat is wat de commando's zijn. Maar elke militair zal in een uitzending met die vraag geconfronteerd kunnen worden. En dan heeft het denk ik niet zoveel te maken met het feit of je dan een monster bent of niet. Ik denk dat het, zeg maar, het leven nemen van iemand, dat sowieso een daad is die je enigszins moet proberen in te kaderen. Nou, dat doen we door wet en regelgeving. We hebben het humanitair oorlogsrecht. We hebben rules of engagement wanneer er sprake is van zelfverdediging. Wanneer mag je dan geweld toepassen? Dat leren we alle militairen ook. En als zich dat voordoet, dan hebben we het vaak over een troops in contact situation. Er zijn vijandelijkheden geweest. Wordt dat in Nederland altijd door het OM uitgezocht wat er precies gebeurd is en of wij die geweldstoepassing juist hebben gedaan. Juist om excessen te voorkomen. Want één ding geef ik je op een briefje. Op het moment dat je in zo'n vijandige situatie komt en de adrenaline stijgt tot grote hoogtes. Ik heb dat een paar keer aan de lijf mogen ondervinden. Is het heel makkelijk om te zeggen van nou, je moet dan het juiste doen. Maar ik geef het je te doen om onder zo'n situatie dan nog dat juiste te doen. En daar trainen we de mensen voor. En dat is de essentie. Gebeurt dat op dagelijkse basis? Nee, gelukkig niet. Nee, echt gelukkig niet. Maar als het moet, dan staan we ervoor. Ja. Nou, dat brengt me wel bij de volgende vraag. Want het is natuurlijk wel zo dat er voortdurend missies zijn. En zeker nu met een beroepsleger dat militairen regelmatig worden uitgezonden. En in de media is natuurlijk veel aandacht voor militairen die gekneusd zeg maar terugkomen uit een missie. Het PTSS-syndroom, nou, dat is bekend. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, heeft u cijfers over percentage wat gekneusd zeg maar uit de strijd komt? En de vervolgvraag natuurlijk, wat doet Defensie eraan? Misschien vooraf, maar ook achteraf met dergelijke mensen. Ja, nou laten we. Ik probeer altijd het eerste te zeggen dat veteranen niet per definitie zeg maar beklagenswaardig zijn. Menig veteraan, en in Nederland spreken we van een veteraan als je een missie zeg maar voltooid hebt. Dus in die kern ben ik ook een veteraan.
Die komt echt met meer levenservaring terug en verrijkt eigenlijk je loopbaan. En dat is ook wat heel veel jonge collega's eigenlijk zoeken bij Defensie. Ze zeggen van ja, zoekt het avontuur. Nee, die zoekt de uitdaging. Ben ik in staat onder dat soort omstandigheden effectief te kunnen functioneren? Prachtige uitdaging. Maar niet iedereen komt heel hard terug. En dat kan zijn, zeg maar, fysiek, een verwonding. Mensen kunnen sneuvelen, maar ook mentaal. En dat kennen we. En dat heeft een hele geschiedenis doorgemaakt. Ik kan me herinneren dat ik in 1994 bij een Indië-herdenking was. En die Indië-herdenking, dat was een zee van grijze hoofden, hè, toen al. We hebben nu nog steeds Indië-veteranen, maar dat waren toen al mensen op leeftijd. En daar kwam een psycholoog en die zei, ja, de laatste inzichten zijn eigenlijk dat het heel goed is om een missie beter voor te bereiden. En daarna ook met een buddy-systeem dat je op elkaar let en dat je de missie ook goed afhecht. En dat hebben we in de jaren 50 niet gedaan. En ik kan me voorstellen, zei de man, dat er onder u menig een is die misschien het verhaal wel een keer wilde vertellen. Nou, ik weet niet hoe het u vergaat, maar als je een zaal met oudere mensen hebt, dan is het altijd groezemoes. En op dat moment kon je een speld horen vallen. En wat een lijden moet er in die mensen hebben gezeten, dat ze vol met verhalen zaten, maar in een generatie opgroeide waarin het niet normaal was om daarover te spreken. Nou, sindsdien hebben we heel veel stappen gemaakt. En inmiddels hebben we ook een veteranenwet in dit land. En ik denk dat wij een van de beste veteranenzorgsystemen hebben van de wereld. Dat wil niet zeggen dat er niet mensen tussen wal en schip raken. Want ik weet dat er in Eelde een kampje is in het bos, waar mensen die de hulpvraag zouden moeten stellen, maar hem niet stellen, die daar bivakeren. En dat zijn mensen die proberen we in contact mee te komen om ze ook te helpen. En dat zijn er maar een paar. Maar elke veteraan die niet geholpen wordt, die in de verdrukking zit, is er wat mij betreft één te veel. Goed, ik denk dat ik een beetje door mijn vragen heen ben. Misschien is het wel leuk op deze gedenkwaardige dag dat natuurlijk de generaal een voorstelling komt geven binnen ZZ Uit. Maar natuurlijk ook dat het kabinet is gevallen. Wat zou nou stiekem toch, en misschien kan u even uit de rol van generaal stappen. Wat zou nou uw advies zijn aan een nieuwe regering? Waar droomt u wel eens van 's nachts? Ja, ik de opdracht aan de regering. Nou, ik denk dat wij in Nederland een overheid verdienen die onze burgers goed kan beschermen. En waarom zeg ik dat? Want je ziet in zekere zin dat we het komen van een tijd dat een kleine overheid was goed. Hè? Marktwerking was perfect. En wat we nu zien in een crisis, dat we misschien niet heel goed in staat zijn, als we zo efficiënt zijn georganiseerd, om een systeemschok op te vangen. Want dan zijn we ineens afhankelijk van toeleveranciers uit het buitenland, dan hebben we niet de voorraden. Dan zijn we heel lean en mean geweest, zoals dat dan vaak heet. Maar we hebben onvoldoende vet op de botten om de veerkracht te tonen, daar dan effectief in te zijn. Dus ik denk dat dat een opgave is. Je ziet ook in het politieke landschap dat bijna alle partijen inmiddels wel geloven voor een iets grotere overheid die in staat is die overheidsfuncties in te vullen. Nou, terug naar Defensie. Ik denk dat wij moeten koesteren dat we in Europa zo vrij kunnen leven zoals we nu doen. Dat niet voorbehouden is als aan Nederland. Als ik moet denken dat wij in Nederland het alleen doen, dat gaat niet. We zijn in Europa en de wereld totaal verknoopt. Maar we hebben wel wat te verliezen. De manier van leven zoals wij dat doen, in alle vrijheid, de vrede die we al die tijd hebben gehad, is geen automatisme. En dat merk je nu, we door COVID even van een aantal vrijheden zijn, ja, die hebben we even niet. En hoe moeilijk we dat vinden. Dus er valt veel te verliezen en er valt veel te beschermen. En ik denk dat Nederland een defensie verdient die Nederland ook in de toekomst, zeg maar, een vrij en vredelievend land houdt. Nou, dat vind ik uitstekend mooie woorden die ik uit uw mond hoor. Dus ik stel voor dat we het hierbij laten. Beste kijkers, ik hoop dat u ervan heeft genoten. Het was wel spannend om de eerste keer online te gaan met ZZ Uit. En we hopen echt van harte u weer een keer te zien bij een andere bijeenkomst van ZZ Uit. Ja, het liefst natuurlijk in de zaal, maar wie weet virtueel. Ik wens u een prettige avond en natuurlijk ook de generaal. Ja, dank u wel. Dank voor de gelegenheid. En het liefst hadden we hier veel interactie gehad in die zaal.
ik zou zeggen, ik ben het er totaal mee eens. Dat is wel een beetje zonde. Maar laten we ook zeggen, als het dan niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Ja, we gaan niet. Ja, veel dank. Zeker. Dank.